Deze video gaat over hoeken tekenen. In deze video ga ik je laten zien hoe je hoeken kunt tekenen en ik ga het uitleggen met behulp van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier staan en de opdracht is: hoek A is gelijk aan 55 graden, teken deze hoek. In de vorige video hebben we geleerd hoe je een hoek kunt meten en nu gaan we een hoek dus tekenen. En dat gaan we natuurlijk doen met behulp van onze geodriehoek. Dus pak je geo er even bij. En zoals je weet bestaat een hoek uit twee benen. En het eerste been van zo'n hoek mag je gewoon zelf ergens tekenen waar je dat wil. Dus ik leg mijn geo bijvoorbeeld hier neer en ik teken gewoon even een lijntje, hier zo, en dit wordt het eerste been van hoek A. Het maakt niet uit hoe lang je dat been tekent, ik heb hem nu bijna 7 centimeter gedaan, maar hij mag natuurlijk ook 5 centimeter zijn of 6, dat maakt allemaal niet uit. Teken gewoon ergens even het been van een hoek. Nou, nu gaan we 55 graden aflezen op onze geodriehoek. En zoals je eerder hebt geleerd bij hoeken meten, gaan we de richting van het been volgen. Dus we gaan vanaf 0 helemaal naar rechts toe, richting de 7. Dan gaan we vanaf hier tellen met 0. Dus je krijgt 0, 10, 20, 30, 40, 50. En dan hier hebben we 55. Dus daar zetten we even een stipje neer. Zo. Dan halen we onze geo weg. Dan leggen we onze geo even tussen dat stipje en het hoekpunt A neer. We tekenen het andere been van onze hoek, geo weghalen en nu heb je hoek A van 55 graden getekend. En op deze manier werk je zo'n vraag dus uit. Denk er even aan dat je bij het hoekpunt ook een hoofdletter A neerzet, want als je dat niet doet, dan is het niet duidelijk dat dit hoek A is en dan gaat er een punt vanaf. Oké, het volgende voorbeeld. We moeten hoek B tekenen en hoek B is 130 graden. We gaan dat doen op dezelfde manier als net, dus we pakken even onze geo. En die leggen we gewoon weer ergens neer op ons papier en dan gaan we eerst het eerste been tekenen van hoek B. Dus die teken ik bijvoorbeeld zo. En opnieuw, je mag dus zelf weten hoe lang dat been wordt. Ik doe hem weer bijna 7 centimeter, maar je mag dat natuurlijk helemaal zelf bepalen. Zet de hoofdletter B er even bij, want hier komt zometeen het hoekpunt. En nu gaan we 130 graden aflezen. Het been gaat naar rechts, dus we beginnen hier met 0. Dan krijgen we 10, 20, 30, 40, 50 en dan gaan we helemaal zo door. En dan komen we hier bij de 130 uit. Dus daar zet ik ook even een streepje neer. Dan haal ik mijn geo weg. En ik leg mijn geo tussen B en dat streepje. Ik teken hier netjes een rechte lijn. Geo weghalen. En nu is hoek B klaar. Dus eigenlijk is hoeken tekenen helemaal niet zo anders dan hoeken meten. Het enige is dat je dus even moet bedenken dat je dat eerste been gewoon zelf mag tekenen. Daarnaast een kwestie van aflezen, lijntje trekken en dan ben je klaar.